Zo, stomme gevangene. Heb je nog wat te vertellen? Oh nee, hey, hij heeft een boek, jongens, hij heeft een boek. Geef dat boek eens. Geef. Ara, ga naar binnen, haal dat boek voor mij. Ja, dat boek moeten we hebben. Wow, 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 jongens, niet vechten. Ophouden. Plan, maar ik heb toch diamond. Jerry, handel even over. Handel even maar over, Jerry. Ara! Doe die lever. Nee! Maar doe die lever dicht, doe die lever dicht. Hij is Ares vermoord? Nee! Hoe kun je mijn rechterhand hebben vermoord? Wat is jouw plan hierachter? Je gaat nu mij de boek geven. Ik wil je boek nu hebben. Nee, geef mij je boek. Moet ik zo naar binnen komen? Geef dat boek. Kom hier naartoe en gooi het boek naar buiten. Eens kijken. Oh, je hebt weer van die rare letters gebruikt, omdat je weer niet kan praten. Terug. Ondergronds. Geheim. Mensen. Wat bedoel je hiermee? Terug ondergronds mensen? Zijn er meer mensen van jou? Wat bedoel jij hiermee? Je wil dus nu dat ik terug ga naar jouw gebied of jouw plek waar ik jou heb gevonden? Dat wij dus hebben opgeblazen omdat het daar gevaarlijk was? Ja? Oh. Ga ik dood? Ja, dat weet je zeker weer niet, hè? Nee, ga ik niet dood? Of weet je het niet? Ah, shit. Jerry, ik moet terug naar dat gebied. Ga jij maar wat voor jezelf doen? Ik weet het niet. Ik hoop dat ik veilig terugkom. Oh, god. Ara vermoord. Hoe ga ik dit oplossen? Ara, ik heb een nieuwe rechterhand nodig. Een gevangene die mijn rechter... Oh, mijn god. Hoe gaan we dit oplossen? Dus ik moet nou weer helemaal terug naar dat gebied. Ik heb daar zo geen zin in. Het is hartstikke gevaarlijk. We hebben de boer daar opgeblazen. Nou ja, Aar heeft daar de boer opgeblazen. Ik weet niet wat daar nu nog rondspookt. Al die enge pumpkins, lava. En dan moet ik daar weer terug naartoe gaan. Waarom doe ik dit ook? Had ik niet Jerry mee moeten nemen? Maar op dit soort momenten heb ik altijd mijn rechterhand. Maar die is er niet meer. Is het nou echt wel verstandig om hier naartoe te gaan? Oké, hier is het dorpje. En dat boek. Die rare dingen van hem. Maar hier kan ook niemand meer wonen. Alles is hier kapot. Alles is opgeblazen. Er staat hier nog wat eten, maar dat ga ik niet eten. Het stinkt hier. Het is hier. Ja. Goed, hier is dus de grot. Hier is die lelijke cel. Verder naar beneden dan maar. Dus ik moet hier onder de grond hier iets vinden. Een geheime plek. Hier wordt het opgeblazen. Dit zijn die doolhoven waar ik helemaal weer weg ga kwijtraken. Nee. Waar moet ik heen? Waar had ik nou iemand bij me? Hey. Een lever. Moet ik die over gaan halen? Zometeen gaat de vloer weg en dan zit ik in de lava. Nou goed, daar gaan we dan. Oh, fuck, de muur gaat weg. Wat is dit? Hey. Wie ben jij? Wie ben jij? Nou, ik ben Hertog Cosmo. Weg, af. Dat zijn mijn spullen, anders vermoord ik je als je eraan gaat zitten. Voor mij ben jij dus... Aha. Zat je hier met meer mensen in dit gebied? Nee, ik zat hier om altijd deze spullen te beschermen. Te beschermen, dus er waren meerdere mensen in dit gebied? Ja, vroeger waarschijnlijk. Ik zit hier al heel lang. Dan heb ik jou dus nodig en ik heb je gevonden. Ik heb nog iemand gevonden van dit gebied. Alleen die kan niet praten omdat hij zo lang alleen was. Okay. Ik heb dus een boek van hem gekregen dat ik terug moest gaan naar deze plek omdat hier meer personen zouden zijn. Dan heb ik jou hier lekker gevonden. Dus. Dit klinkt niet echt heel fijn. En dat diamond block, hè? Af! Oh! Moordje. Dat zo. Kan je in de lava trekken hoor. Goed, ik denk dat we het maar zo moeten doen. Jij gaat mee naar mijn gebied toe, dan blijf ik van deze spullen hier af. Want daar is dus nog iemand die op jou lijkt en die kan niet praten. Misschien herken jij hem of iets of wat dan ook. En dan gaan jullie lekker samen maar eruit komen. Dan blijf ik hier lekker vanaf, maar ik wil wel dat je meegaat met mij. Ik weet niet, ik moet dan die spullen allemaal achterlaten. Ik weet niet. Ja, dat klopt, die spullen laat je hier gewoon achter. Ja, maar hoe weet ik dat ze hier wel veilig zijn? Dit zijn ons enige bezit. Ik sluit de deur weer. Ik heb deze plek ook niet eerder gevonden. Er zit die lava omheen.
als hier iemand naartoe gaat om die spullen op te halen, dan ben je echt gek in je hoofd. Het is gewoon levensgevaarlijk hier. Ik weet het niet. Je hebt de keuze. Kijk, of je gaat mee, of ik vermoord je hier. En als neem alsnog je spullen mee. Dus je kan ook gewoon meegaan en dan gebeurt er niks. Goed, ik ga wel mee. Goed zo. Volg maar. Dan sluiten we hier naar de deur weer. Maar jij zit hier dus al heel lang opgesloten in die kamer of iets? Ja, ik ben diegene die spullen moest bewaken. Oké, en is dat echt al lang? Wanneer heb je überhaupt voor het laatst met mensen gesproken? Want jij stinkt echt, gadverdamme zeg. Heb je geen douche gehad of zo? Ik zit er al heel lang. Ja. En met lava erbij, dan kan je aardig zweten. Gadverdamme zeg. Dus, nog iemand van dat gebied. Dat bedoelt iets met dat boek, hè? Goed, we moeten hier even oversteken. Volg maar. Maar jij kan dus, hoe kan het dat jij nog wel kan praten en die persoon die ik heb gevonden niet? Dat zou ik niet weten. Oké. En zijn er nu nog meer mensen? Want jij kan praten. Ik bedoel, dit gaat een stuk makkelijker dan met dat stomme mannetje wat daar zit. Die alles met een boek moet schrijven. Daar is je ook niks van bekend? Zo iemand in jullie gebied? Nee. Niet? Oké. Okay, ik zit al zo lang daaronder. En sinds jij daar naar onder bent gegaan, daar is waarschijnlijk een taak gekregen van iemand. Kan je nog herinneren van wie dat was of iets? Nee. Ik weet ook niet. Nog echt iets. Oké, dus we hebben dus nu iemand die niet meer weet wat hij daar deed, van wie hij de opdracht heeft gekregen. En we hebben iemand die niet kan praten. Oké, nee, dat schiet lekker op dit. Jongen. Waarom kan dat nooit een keer normaal hier? Altijd wat. Nou goed, in ieder geval welkom. Dit is dus mijn plek, mijn gebied. Dit zijn de muren. De trap staat op het moment uit, dus je kan je nu niet verwonden. Dus kom verder. Blijf overal van af. Want je hebt hier gewoon niks te zoeken verder nog. Ik weet niet wie je bent of wat je bent. Je gaat mee, goed zo. En we gaan meteen naar jouw vriend toe. Ah, kijk, daar zit hij al in de cel. We hebben hem in de martelplek zitten. Kijk, daar zit hij. Ah, hallo. Ja. Ken je hem of niet? Een heel, heel erg slecht geheugen, maar ik herken er wel iets van. Aha, en is dit degene die je bedoelt? Ja, hè? Ja, te knikken. Oké, goed. Jongens, jullie gaan met mij mee. Ik ga jullie naar een huis brengen. En dit is voor jullie eigen bestwil. Daar kunnen jullie slapen. Er is een bad. Er is wat eten. Een keuken, een zitplek. Ik wil dat jullie daar met z'n tweeën tijd gaan doorbrengen. Dat jullie elkaar leren begrijpen. Dat jij misschien hem weer kan leren praten. Want ik heb misschien wel belangrijke informatie aan jullie. En ik hoop dat jullie hiermee akkoord zullen gaan. Op dit moment ligt Jerry te slapen, want het is nacht. Ik wil eigenlijk ook naar bed. Dan kunnen jullie ook lekker naar bed. Dus ik zou zeggen, kom naar buiten. Okay, loop alsjeblieft gewoon netjes met me mee. Het is laat. Jullie willen ook geen pijn meer hebben. Gewoon hier mee naartoe komen. Geen gevaarlijke dingen doen, jongens. Als voor je eigen best wil. Ja, kom maar. Ik heb hier een mooi huisje voor jullie. Twee bedden. Ze staan niet naast elkaar, dus jullie kunnen apart slapen. Een bad met een douche. Wat eten. Goed. Ik zou graag jullie hier naar binnen willen. Jullie kunnen hier niet uit. Als er hier iets is, hebben jullie pech totdat iemand komt. Nou, ga maar naar binnen, jongens. Doe maar, hup. Heel goed. Oké, ik wil dat jullie hier dus in blijven. Ik hoop dat jullie wat aan elkaar hebben. Dat jullie elkaar leren begrijpen, weer leren praten. En ik zou hier binnenkort terugkomen als jullie meer hebben. En dan wil ik graag een gesprek met jullie hebben. Als hij nog niet kan praten, dan moeten we toch andere maatregelen gaan vormen. Ik ben hier nou al klaar mee.